De vier muzikanten uit Bremen. Een molenaar had een ezel, maar na jaren hard gewerkt te hebben, was de ezel niet zo sterk meer en werd hij steeds ongeschikter voor zijn werk. De ezel zag dat hij niet langer geschikt was voor zijn meester en besloot weg te lopen naar de stad Bremen, een muzikantenstad. Da, dacht hij, kan ik zeker muzikant worden. Na een tijd gelopen te hebben, vond hij een hond die op de weg lag. De hond was oud en zag er heel moe uit. Wat is er met jou gebeurd, oude makker? vroeg de ezel. Ah, oh, antwoordde de hond. Ik ben oud en kan niet langer jagen. Dus ben ik niet meer nuttig voor mijn meester. Wel, ik ga naar Bremen om muzikant te worden, zei de ezel. Waarom ga je niet met me mee en stellen we een band samen? Het idee stond de hond wel aan. En dus volgden ze samen, de hond en de ezel, het pad naar Bremen. Na een tijdje vonden ze een kat die op de straat zat te huilen. Waarom ben je aan het huilen, oude vriend? vroeg de ezel. Ja, jij zou ook huilen als je geen muizen meer kon vangen. Omdat ik oud ben, had mijn bazin niets meer aan mij, dus besloot ik weg te rennen, antwoordde de kat. Waarom kom je niet met ons mee naar Bremen? zei de hond. En de ezel vroeg. We gaan muzikanten worden en jij kan meedoen met onze band. Waarom niet? dacht de kat. En hij sloot zich aan en de drie vervolgden hun trip naar Bremen. Maar na een paar mijlen vonden ze een haan. Wat doe jij hier helemaal alleen? vroegen ze aan de haan. Kukkeleku! Ik word oud! En mijn bazin was van plan mij op te eten als avondeten. Dus besloot ik weg te lopen, zei de haan. Wel, je weet hoe je moet zingen. En we gaan naar Bremen om muzikanten te worden. Waarom kom je niet mee? zei de ezel. De haan stemde in en de vier gingen verder op weg naar Bremen. Maar Bremen was nog steeds ver weg en het werd donker. De vier vrienden waren moe en hongerig en besloten een plaats te zoeken om te rusten. Aan de weg vonden ze een oud huis. Het zag er verlaten uit, maar toen ze dichterbij kwamen, zagen ze binnen licht. Ze keken door het raam en zagen een groep dieven bij de tafel zitten, vol met lekker eten en drinken. De vier vrienden besloten een plan te maken. De hond klom op de ezel, de kat hield de nek vast van de hond en de haan vloog op de kop van de kat. Toen begonnen ze alle heel hard te zingen en sprongen door het raam. Wat brak? De dieven waren doodsbang, aangezien ze dachten dat het een vierkoppig monster was wat het huis binnenviel. Dus renden ze zo snel als ze konden weg. En lieten het lekkere eten allemaal achter. Het plan was geslaagd! De vier vrienden aten zoveel dat ze helemaal de reis naar Bremen vergaten. Ze besloten gewoon om samen verder te leven. Met z'n vieren in dat huis. En leefden nog lang en gelukkig. Einde.